Oké, we hebben 5 gehad. We zijn op de helft. En we hebben weer een gastheer om de prijzen uit te reiken. Deze keer is dat Murat Alici, van de voorzitter van NPOINT. En met aan NPOINT hebben we een klein beetje te danken dat we hier vandaag in Nemo te gast mogen zijn. En waarom is NPOINT ook alweer zo'n mooie organisatie? NPOINT is een mooie organisatie omdat wij over het hele land dit soort mooie activiteiten en leerlingen bij elkaar proberen te brengen. Om uiteindelijk met elkaar van gedachten te wisselen. En uiteraard ook deze mooie initiatieven die zij vandaag allemaal hebben gepresenteerd. Om dat met onze talentontwikkelingsactiviteiten naar een next level te brengen. Een volgend niveau. Uiteraard. Ja. En het is natuurlijk zo dat ik vind dat vandaag de 10 genomineerden uitspringen. Maar ik vind dat alle 50 plus projecten winnaars zijn. Dat alle 50 plus projecten. Zijn er 50 plussers in de zaal? 50 plus projecten qua aantal projecten. Oh, applaus voor jezelf. Heel scherp. En met deze projecten vandaag presenteren zijn we er natuurlijk niet. Ik hoop dat deze leerlingen de projecten, hun ideeën ook graag uitwerken. En NPOINT staat over het hele land te popelen om deze leerlingen graag daarbij met onze activiteiten verder te helpen. Prachtig. Nou, dan mag jij zo meteen ook met een aantal winnaars op de foto. We zijn benieuwd wie dat gaan zijn. Dat is voor mij een hele grote eer. Dan zijn we dus toe aan de volgende 2 genomineerden. In de eerste plaats vraag ik naar voren te komen de vertegenwoordigers van het gymnasium Apeldoorn met Sustainable Fitness. Duurzame fitness uit Apeldoorn. Murat mag er nog één uitreiken en dat is in dit geval aan het Bonhoeffer College met het project Selective Street Lighting on Solar Energy. Oké, straatverlichting. Straatverlichting op zonne-energie. Jij mag vaststaan.